Vandaag, jonge vriendenheid, het thema voor vanavond is God in the dark. God in the dark, God in de duisternis. Weet je, we leven in een wereld waar veel vreemde dingen gebeuren. We leven in een wereld waar veel moeilijke dingen gebeuren. Waar pijnlijke dingen gebeuren. Waar dingen gebeuren die je niet snapt. Waar dingen kunnen gebeuren die je gewoon denkt van, ja, waarom zo moeilijk? Of waarom moet ik die pijn hebben? Of waarom hebben mijn vrienden dit aangedaan? Waarom ben ik gepest? Of waarom moesten mijn ouders dit doen? Of waarom moesten mijn ouders uit elkaar? Of waarom heb ik deze ziekte? Of allerlei dingen in het leven kunnen gebeuren. En dingen die je vaak niet ziet aankomen. Dingen die vaak onverwachts op je pad komen. En dan heb je te maken met strijd. En je bent zeer gezegend als je vandaag hier zit en denk je, Ruben, dit woord gaat niet over mij, want alles gaat goed in mijn leven. Ik heb helemaal geen strijd. Nou, echt, bid alsjeblieft naar de dienst, kom naar me toe, bid voor me, leg me de handen op, want ik heb die zegen nodig. Maar ik denk dat er ook wel een aantal mensen hier vanavond zijn die denken van, ja, dit is het woord dat ik nodig heb. Dit is het woord waarvan ik echt hoop dat het me gaat helpen, waardoor ik strijd kan gaan overwinnen, waardoor ik beter om kan gaan met moeilijke dingen in mijn leven, pijnlijke dingen. En ik heb het niet per se over dingen die misschien nog gaan gebeuren. Maar misschien heb je wel best wel lastig iets meegemaakt in je jeugd. Kan zijn dat je ouders ruzie hebben gemaakt. Kan zijn dat je in groep 4 of 5 gepest bent, wat nog steeds een wond is. Wat nog steeds pijn in je doet. Kan zijn dat er iets is wat gewoon heel erg aan je knaagt. Wat gewoon denkt van, waarom moest dit gebeuren? Waarom moest dit stukje in mijn leven gebeuren? Waarom is dit mij aangedaan? Ik hoop niet dat er heel veel mensen zijn die dat zeggen, want dat zou niet mooi zijn. Maar ik weet wel dat het in deze wereld reëel is dat we soms tegen dingen aanlopen. Dat we soms tegen dingen aanlopen waarvan we denken, waarom overkomt mij dit? En ik heb zelf mijn eigen verhaal en ik ga er vandaag wat over vertellen. En jullie hebben ook sommigen je eigen verhaal. En ik heb een plaatje meegenomen waarvan wij vaak denken, zo ziet ons leven eruit. Dan mag de eerste plaatje komen. Als het goed is, is die klaargezet. Ik hoop het heel erg. Ja, kijk, wij denken vaak, het leven is een mooie rechte lijn. We fietsen die heuvel op, naar de vlag, naar de eindstreep. Wat is die vlag dan? Summercamp? De hemel? De hemel, dat is de hemel. Wij denken, zo gaat het. Lekker vlak, lekker, geen hobbels op de weg. Gewoon chill, alles gaat goed. Licht verzet je, kom vanzelf boven. Relaxed. Maar wat is de realiteit? Volgende plaatje. Dit, jonge vriend, die nu gaat komen, dat is de realiteit. Dit is de realiteit. Er zijn kuilen. Er zijn dalen waar we in kunnen komen. Er kunnen stormen zijn. Kijk, je ziet letterlijk daar Petrus op het meer staan. In paniek. Heer, help me. Daar gaan we vandaag serieus naar kijken, naar het verhaal van Petrus. Die op het water liep. En dat ging even goed. Daarna niet goed. Gaan we straks naar kijken. Cliffhanger, spannend. En daar verder onweer. Het leven is gewoon, het gaat niet in de rechte lijn omhoog. Er zijn ups en downs. En mijn opa zei een keer tegen mij, wijze opa heb ik. Ik was op een gegeven moment ook een keer, ik denk dat ik 12 of 13 was, een beetje wat vervelende dingen gebeurd. En mijn opa zei dit al gewoon tegen mij. Hij zei tegen mij, Ruben, het leven heeft ups en downs. En hij zei, jij zit nu ongeveer hier. En bedankt opa. Maar ja, opa had wel gelijk. Dit is de realiteit. Dat het soms niet goed gaat. Dat we soms in de storm belanden. Dat we soms dingen meemaken waarvan we denken, auw. Ik denk altijd als iemand spreekt, dat denk ik zelf altijd, misschien mag ik dat niet denken, maar ik ben gewoon heel eerlijk vandaag. Ik hoop vandaag gewoon heel eerlijk te zijn, heel open te zijn, heel transparant te zijn over mijn leven. En je mag zelf bepalen of jij open bent. Ik hoop het, ik bid het, want dat gaat je helpen. Maar ik heb zelf ook veel strijd ervaren en een aantal hele pijnlijke dingen meegemaakt, waarvan ik ook gewoon een paar van wil delen. En sommige zijn wat dat je denkt, ja, dat gaat niet over jezelf. Maar ik wil gewoon een paar voorbeelden noemen, zodat je denkt, ja, maar dat heb ik ook meegemaakt. Ja, maar dat zijn dingen die pijn kunnen doen. Dat je bijvoorbeeld een nicht van mij, een paar jaar ouder dan mij, overleden door kanker. En haar gezin achterlaat met kinderen. Ik snap het niet. Ik snap het niet waarom dat moet gebeuren. Mijn oom, helemaal kerngezond tijdens corona, begin van corona, ineens op de intensive care, daarna dood. Dat je denkt van wat, hoe kan dit gebeuren? We bidden voor, ik snap het even niet. Soms gebeuren er dingen die we niet snappen.
Waarvan we denken, Heer, hoe kan dit overkomen? We bidden met elkaar. Wat is er gebeurd? Waarom is dit zo ver gegaan? En iets waar ik zelf persoonlijk veel mee heb gestrukkeld is, ben je wel eens naar een feestje geweest en dat je dan na die avond een piep in je oren hebt? Wie heeft dat wel eens gehad? Zo na een feestje of te veel in de harde muziek, zo'n piep in je oren. Een paar mensen, gelukkig maar. Nou, dat is super irritant en dat hoort de volgende dag weer weg te gaan. Dat hoort dan in een paar uur of de volgende ochtend word je wakker en dan hoort dat weer weg te gaan. Maar bij mij gebeurde dat niet. Ik heb maandenlang, zelfs eigenlijk nog het jaar daarna, een keiharde piep in mijn hoofd gehad, in mijn oren gehad, die zo hard was dat ik eigenlijk geen stilte had. Dat was gewoon altijd... Wil je lekker slapen? Jij moet heel hard lachen, daarom kom ik naar jou toe. Maar het was helemaal niet leuk. Ik kan je vertellen, het was vreselijk. En ik weet ook nog dat ik zelfs op het punt kwam. Ik was 17 jaar, een beetje van de oudste van jullie hier. Ik was 17 jaar en ik weet ook nog gewoon dat ik de gedachtes had van, als ik zo moet leven, dan weet ik niet eens of ik wil leven. Als ik elke dag met dat vreselijke geluid in mijn hoofd moet leven, dan weet ik niet eens of ik dat wil. En ik moet je eerlijk bekennen, het was niet dat ik daar elke dag mee rondliep. Het was zeg maar even het allerdiepste dal van het dal waar je dan in zit. En dat soort dingen dan even door je hoofd gaan. Dat je denkt van, oh man, dit is gewoon echt, dit is echt vreselijk. Maar strijd, problemen. God heeft me gelukkig voor me gezorgd. En ik moet zeggen, de piep is nu helemaal weg. Ik heb nergens meer last van op dat gebied. Soms na heel veel herrie of bij verkoudheid, dan merk ik wel eens. Maar niet heel erg, niet meer zo, gelukkig. Daar ben ik God dankbaar voor. Maar strijd gehad, meerdere keren, ook later kwam het nog een keer terug, ik zal zo nog wat meer over vertellen, maar best wel dingen waarvan je denkt van, hé, waarom moet me dat overkomen? Ik was zelfs net tot bekering aan het komen, ik begon eindelijk te bidden, terwijl ik daarvoor nooit bad, misschien juist daarom, hè, Ruben, omdat je christen werd, dan begin je te leven waarom je leeft, waarvoor je gemaakt heeft, en dat vindt iemand niet leuk. De vijand vindt dat niet leuk. Daar ga ik straks ook nog wat over zeggen. Maar in ieder geval, veel dingen die tegenzaten. En dan denk je nu, oké, Ruben, je praat nu over 13 jaar geleden. Wat heb je de laatste 15 jaar meegemaakt? Nou, heel erg gezegd, 2 jaar geleden. 2 jaar geleden ging ik echt weer even naar de bodem. Ik heb, Lydia en ik kregen een tweede kindje, Dan. En Dan is een hele lieve, leuke, schattige vent. Maar de eerste 1,5 jaar van zijn leven werd hij 5 tot 6 keer per nacht wakker. 1,5 jaar, jonge vriend, dat is summercamp, 1,5 jaar. 1,5 jaar, oh, dat vindt iemand leuk. Nou, mijn ervaring was niet leuk. Het was vreselijk. 1,5 jaar, 5, 6 keer per nacht wakker. En nou, niet eens na 1,5 jaar, maar al veel eerder zijn mijn lichaam, Ruben, bekijk het maar. Ik kreeg last van duizeligheid. Ik kon gewoon niet meer werken. Mijn lichaam zei, zoek het zelf maar uit. Die duizeligheid heeft nog bijna 1 jaar geduurd. 1 jaar lang met duizeligheid. Ik kan je vertellen, daar word je niet blij van. Daar word je niet blij van. Alsof je gewoon eigenlijk, ja, gewoon stil zit of gaat slapen en eigenlijk niks doet. En dat je denkt van, hoofd, wordt even wakker. Weet je wel, het gevoel alsof je elke ochtend niet goed in je lichaam bent geland. Om het zo even te zeggen. Maar echt wel een hele pittige tijd ook weer. Maar ook dit keer, de strijd van 2 jaar, heeft God voor me gezorgd. En stapje voor stapje heeft God me geholpen om daar weer uit te klimmen. En, hoor je wat ik zeg, dat is 2 jaar. Dat heeft 2 jaar geduurd. Soms dan is er een strijd waar we tegenaan lopen. Maar weet je wat God belooft? Er is nooit een strijd in jouw leven die jij niet aan kan. God zal jij nooit iets geven, staat in de Bijbel, wat jij niet aan kan. En dat is de eerste bemoediging die ik je wil geven. De strijd die jij vandaag hebt, de strijd die jij misschien van vroeger hebt, of een pijn of een wond, of iets wat jou in het verleden heel erg heeft geraakt, kan van alles zijn. Je moet zoveel voorbeelden opnoemen om specifiek te worden voor jou, maar er zijn zoveel dingen die kunnen gebeuren. Maar God belooft jou, hetgene wat jou is overkomen, hetgene waar jij doorheen bent gegaan of nu doorheen gaat, is niet te groot voor jou. Zeg even amen. Het is niet, herhaal me maar, mijn probleem is niet te groot voor mij. Heel goed. Het is niet te groot. En de Bijbel zegt hele mooie dingen over strijd. En dat is waar ik mezelf in zo'n periode echt aan heb vastgehouden.
En de eerste die ik met je wil delen is Jacobus 1 vers 2. Helaas, er is iets misgegaan met de teksten. We hebben geen teksten vandaag, dus daarom op het scherm doe ik. Dus goed naar me luisteren. Jacobus 1 vers 2, daar staat, wees blij, broeders en zusters, als je geloof door allerlei moeilijkheden op de proef wordt gesteld. Want daardoor zul je leren geduld te hebben. Zo zal je geloof sterker worden en zul je een volwassen geloof krijgen. Daardoor zul je altijd het goede doen. Hey, eerst voor de duidelijkheid, strijd en problemen in je leven komen nooit direct van God. Dat is heel belangrijk om te weten. Strijd, problemen, dingen die niet leuk zijn, komen nooit van God. Maar wat lezen we hier? God gebruikt ze wel. Hij gebruikt ze ten goede. Hij wil ze gebruiken om je geloof nog sterker te maken. Dat je nog meer op hem mag gaan vertrouwen. Dat je geduld groeit. En Jacobus zegt hier dat je een volwassen geloof krijgt. Dat je een volwassen geloof krijgt. Dus belangrijk om te weten, de strijd, de pijn, de situatie, het overlijden van mijn oom of van mijn nicht is niet het werk van God. Het is niet het werk van God. Het is het werk van de vijand. Want alles wat God doet, dat is goed. In zijn natuur, in zijn wie hij is, zit geen duisternis. In zijn natuur, wie hij is, zit geen kwaad. Dus God kan die dingen niet doen. Hij kan die dingen niet creëren, want hij is alleen maar goed. In hem is alleen maar liefde en rechtvaardigheid en grootheid en almacht. En hij is alleen maar goed. Hij kan die dingen ons niet doen. Dat is zo belangrijk om te realiseren. Laat nooit er een leugen in je hoofd komen, jonge vriend, van dit doet God mij aan. Dit is een straf van God. En je kan denken, ah, Ruben, niet zo gek, een straf van God. Geloof mij, er zijn heel veel mensen op de aarde die denken dat God ons straft voor een fout die ze gemaakt hebben. Maar waarom zou God straffen als hij Jezus zijn eigen zoon heeft laten sterven aan het kruis om alle zonden, alle fouten, al onze fouten, verleden en in de toekomst schoon te wassen? Dan had het eigenlijk voor niks geweest. Als God jou en mij vandaag zou straffen, dan is zijn eigen dood voor niks geweest. Toch? Het zou voor niks geweest zijn. In Matteüs 7 vers 11 staat, dus ook al zijn jullie slecht, toch kunnen jullie goede dingen aan jullie kinderen geven. Dan zal jullie hemelse vader toch zeker goede dingen geven als mensen hem daarom om vragen. Jezus zegt hier, jullie mensen, vaders, ik ben een vader. De meesten hier zijn nog geen vader, zijn er een paar. Rudy is er. Vader. Zijn er nog meer vaders? Even kijken. Ja, Ronald natuurlijk. Ronald is tegenwoordig ook vader. We hebben hier een paar vaders. Maar wij, Jezus zegt hier van, jullie als mensen die fouten maken. Jullie als mensen die dingen niet goed doen en die soms van dingen een potje maken. Dank u wel, Jezus. Gelukkig ging hij daarvoor later ook sterven. Maar als jullie al van jullie kinderen zoveel houden, terwijl jullie eigenlijk slecht zijn, hoeveel zal God, de Vader, dan wel niet voor jullie zorgen? Als ik al voor mijn leven en mijn den, waar ik zoveel van hou, ik wil geen kwaad in hun leven zien, het liefst niet. Ik wil alleen maar goede dingen in hun leven zien. Ik wil alleen maar voor ze zorgen. Ik zal ze niet slaan. Ik zal ze niet pijn willen doen. Ik zal ze niet voor het blok willen zetten. Ik zal ze zeker niet een lijdensweg willen gaan. Dat heb ik al als mens, als Ruben die tekort komt, als Ruben die fouten maakt, als mijn vader die tekort schiet. Als ik al zoveel van mijn kinderen houd, zou God dan jou kwaad willen doen? Wat denk jij, Ruben? Nou ja. Wat denk jij, Ian? Nou ja. Gaat het niet worden. God is door en door goed. En hij houdt zoveel van jou. Hij houdt zoveel van jou dat hij zijn enige zoon voor jou heeft gegeven. Om voor jou te sterven. Aan het kruis op Golgotha. Ik zou mijn kinderen nooit pijn willen doen. Ik zou mijn kinderen nooit in de problemen willen brengen. Maar wat ik wel wil, is dat ze volwassen worden in hun geloof. Wat ik wel wil, is dat ze mannen van God worden die van hem houden, die goed voor andere mensen zijn,
Dat is wat ik wel wil. Dus sommige dingen laat je even gebeuren als vader, omdat ze erachter komen van, hé, dat was misschien toch niet zo handig. Of hé, dat was misschien niet de beste keuze die ik had kunnen maken. Of had ik dat misschien maar anders aangepakt. Dat laat ik toe als vader. Waarom? Omdat het een groter doel dient. Dus dump ik het op hem, dat probleem, op Levi? Nee. Ik dump geen probleem op hem, ik dump geen kwaad op hem. Maar soms laat je iets toe. Dat ze erachter kunnen komen. Oh, had ik maar op papa vertrouwd. Oei, had ik maar even naar mijn vader geluisterd. En ik denk dat God soms ook naar ons zo kijkt. Dat hij soms dingen toelaat. Soms even een periode van strijd. Soms even een periode van God vertrouwen en doorbidden. Heer, alstublieft, zorg voor deze situatie. Heer, ik heb last van mijn oren. Heer, wilt u alstublieft ingrijpen? Heer, wilt u komen met doorbraak? En soms duurt dat lang. Soms is het een kwestie van wachten. Wachten. Want, wat lezen we net? Daardoor zal uw geduld groeien. En weet je waar geduld groeit? Leren we ook echt te vertrouwen op God. Leren we ook echt te vertrouwen dat Hij in controle is. Dat Hij echt een goede vader is. Dat Hij echt wel het beste voor ons heeft. Dat Hij echt wel voor ons wil zorgen. Hij is goed. En soms, ja, we gaan lezen in Handelingen 3. Handelingen 3. Waardoor we, daar gaan we lezen hoe we nog meer op Hem kunnen vertrouwen. Handelingen 3 lezen we over Petrus en Johannes. Op een keer gingen Petrus en Johannes om ongeveer 3 uur naar de tempel. Dat is de tijd voor het gebed. Bij de prachtige poort van de tempel werd er elke dag een verlamde man neergelegd. Hij was al vanaf zijn geboorte verlamd. Hij bedelde daar om geld van de mensen die naar de tempel gingen. De man zag Petrus en Johannes toen zij de tempel binnen wilden gaan. Hij vroeg ook aan hen een beetje geld. Petrus en Johannes keken hem goed aan. En Petrus zei, kijk ons aan. De man keek hen aan. Okay. Hij verwachtte dat ze hem iets zouden geven. Maar Petrus zei, zilver en goud heb ik niet. Maar wat ik wel heb, geef ik je. Ik zeg je, in de naam van Jezus, sta op en loop. En Petrus greep hem bij zijn hand, trok hem overeind en onmiddellijk werden zijn benen en voeten sterk. Hij sprong op, hij stond op en liep weer. En hij sprong weer en dansend ging hij de tempel binnen. Hij prees God uitbundig en iedereen zag hem lopen en God prijzen. Ze herkenden hem, want ze waren natuurlijk allemaal langzaam gelopen. Ze herkenden hem als de man die altijd bij de prachtige poort had zitten bedelen. En ze waren stom verbaasd en diep onder de indruk van wat er met hem was gebeurd. Dat is wat er gebeurt als God wonderen doet. Dan raken we onder de indruk van wat hij allemaal doet. Hey, maar er zit een hele mooie les in dit stuk. Petrus en Johannes lopen hier over straat en ze komen die bedelaar tegen, die verlamde man tegen. En die man roept om geld. Petrus, Johannes, geef me alsjeblieft wat geld. En Petrus, die kijkt de man aan en die zegt, ja, sorry, ik moet je vandaag gewoon hebben. Ruben en Ruben, dat is gewoon klik. En hij keek die man aan en hij zei, sorry, geld heb ik niet, maar wat ik je wel heb. Hij pakte zijn hand en hij zei, sta op, in de naam van Jezus. En hij begon te lopen en God te prijzen. Jee, God te prijzen. Het mooie van dit verhaal is, en daar kan je snel overheen lezen als we zo'n tekst even doorheen rammen, om het zo even te zeggen. Maar waar je snel overheen kan lezen is dat, wat was er gebeurd op het moment dat Petrus die man geld had gegeven? Op het moment Petrus had gezegd van, oh ja, ik heb er nog wel iets, even kijken. Het is een oude sok, wat geld gegeven, een muntje. Wat was er dan gebeurd? Die man had zijn genezing niet ontvangen. Die man had zijn genezing, het wonder dat hij echt nodig had, niet ontvangen. Hij had het niet ontvangen, hetgene wat hij echt nodig had. En ik denk dat dit een mooie les is voor ons. Wij mogen erop vertrouwen dat God ons geeft wat wij echt nodig hebben. Soms denken wij met ons menselijke verstand, ik heb geld nodig. Ik heb iets nodig voor school. Ik heb iets nodig, een nieuwe telefoon. Ik heb daar doorbraak nodig. Maar dat God zegt, nee, dat heb je helemaal niet nodig.
Want ik weet wat je echt nodig hebt. En dat is meer liefde voor mij. Dat is een diepere relatie met mij. Dat is een nieuwe honger naar mij. Dat is het woord lezen en geloven wie ik voor jou ben. Dat is iets anders dan wat jij denkt. En ik heb dat zelf ook ervaren, wist je dat? Daarom spreekt deze tekst persoonlijk heel erg tot mij. Er was ook een tijd dat ik, dat was niet toen ik 17 was, maar dat is nu iets van 4 of 5 jaar geleden, was er weer een periode dat mijn oren weer begonnen te vreemd te doen. Om het zo maar even te zeggen. Geluiden die er niet in horen. En ik begon te bidden en ik te vragen, Heer, genees mijn oren, raak me aan, avondmaal vieren, alles erop en eraan, wat je dan doet. En er gebeurde niet zoveel. Er veranderde niet zoveel. En dan denk je, oké, wat moet ik nu doen? Nou, eigenlijk kan je niet zoveel doen. Door blijven bidden, God vertrouwen, God zoeken. En weet je wat God doet door die periode heen? Ik bleef maar bidden en ik bleef God geloven, Heer, u bent groter en u gaat voor me zorgen. De beloftes uit de Bijbel uitspreken over mijn leven. Uiteindelijk brengt God me op het punt dat ik zeg van, Heer, ik kan dit niet meer. Ik heb u nodig. Heer, gebruik me maar. Doe maar wat u met me wilt. Echt een afhankelijkheid naar God toe. Dat ik zeg, Heer, hier ben ik. Doe maar wat u wilt. En God geneest me in eerste instantie niet. Maar wat hij wel doet, is dat hij me echt een bovennatuurlijke aanraking geeft. Een nieuwe doop van daar in de Heilige Geest. En dat eigenlijk op dat moment mijn leven weer even helemaal op zijn kop wordt gezet. Dat ik merk dat God zo dichtbij is. Op het moment dat ik elke avond niets anders wil dan met God tijd doorbrengen. Dat ik niets anders wil dan voor mensen bidden en doorbraken zien komen. En dat is wat God in die periode had gedaan. En daarna, want jullie denken wel, ja, leuk dat God dat doet, Ruben. Maar hoe zit het dan met je gehoor? Hoe zit het dan met je oren? Nou, langzaam, stap voor stap, kwam de doorbraak ook in mijn oren. Maar niet zo, in één keer. Maar heel erg langzaam, stap voor stap, werd het weer goed. Eigenlijk zonder dat ik het door had. Maar ineens zei ik, hey, het gaat eigenlijk zoveel beter. God weet wat je echt nodig hebt. Vertrouw erop dat hij voorziet op het juiste moment. Vertrouw erop dat jouw doorbraak komt op het gebied waar je dat echt nodig hebt. En als jij luistert naar hem, en als jij zijn woord volgt, en als jij zegt, Heer, hier ben ik, gebruik me maar. Heer, spreek tot me. Heer, leid me naar wat ik echt nodig heb. Dan gaat God daarin voorzien. Dan gaat God je geven wat je echt nodig hebt. In Johannes 10, vers 10, daar staat, de dief komt alleen om te stelen. Dat is de vijand. Jezus, de woorden van Jezus. Jezus in Johannes 10, vers 10 zegt, de dief, de duivel, komt alleen om te stelen, te doden en te vernietigen. Zo herken je de werken van de vijand. Zo herken je in jouw leven persoonlijk wat de vijand probeert om jou het leven zuur te maken. Om jou dwars te liggen. En weet je wat hij vooral wil? Dat je denkt, God, bekijk het maar. Want u zorgt niet voor me. Hij wil vooral dat je niet in de bestemming wandelt waar God je voor geroepen heeft. Dus al die drie dingen, die strategieën, gebruikt hij om met jou het leven moeilijk te maken. Maar de vers is nog niet klaar, gelukkig maar, thank God. Want daarna zegt Jezus, maar ik ben gekomen om mijn schapen, dat zijn wij, in leven, in overvloed te geven. Jij hebt de God van overvloed. En Jezus is persoonlijk naar de aarde gekomen om dit tegen jou te zeggen. Hey, ik ben gekomen om jou leven in overvloed te geven. En wat is overvloed? Overvloed is meer dan genoeg. Meer dan genoeg. Dat hij voor jou zorgt. Dat je niet tekort komt. Dat je geestelijk nodig hebt wat je nodig hebt. En dat is de volheid van God. De volledige liefde van God. De goedheid van God in je door de Heilige Geest. God is in jou. Hij is met jou. En Jezus zei, ik ben gekomen om leven in overvloed te geven. Als er een moeilijke situatie is of een probleem ineens komt, zeg tegen jezelf, maar ook tegen de omstandigheden. Hé, maar ik heb een God die groter is. Ik heb een God van meer dan genoeg. Ik heb een God van overvloed. Als er ziekte of pijn is, spreek tegen de pijn en zeg nee, ik heb een God van meer dan genoeg. Als je lichaam vreemd begint te doen,
Zeg nee, vijand. Ik ben een kind van God en je moet mij met rust laten. Op het moment dat je ouders worden aangevallen, of je broertje, of je zusje, of je oom. Spreek tegen de vijand en zeg nee, niet onder mijn toezicht. Want ik ben een kind van de Allerhoogste God en ik dien de Allerhoogste God. En daarom, vijand, zeg ik nu, laat mijn familie met rust. Laat mijn relatie met rust. Laat mijn ouders met rust. Laat mij met rust in Jezus' naam. Want Jezus is daarvoor gekomen. Hij belooft het en God kan niet liegen. Ook dat zit niet in God. God kan niet liegen. En daarom zei Jezus, ik ben gekomen om leven in overvloed te geven. Hij ziet je pijn. God ziet jouw pijn. Hij ziet waar jij doorheen bent gegaan. Kortste vers in de Bijbel, jonge vriend. Willen jullie weten wat het kortste vers in de Bijbel is? Het kortste vers in de Bijbel is Johannes 11, vers 35. En daar staat, vergeet het nooit meer, Jezus weende. En dat betekent Jezus huilde. Jezus huilde. Jezus huilde. En waarom moest Jezus huilen? Zijn vriend Lazarus was overleden. En hij is te laat gekomen in de ogen van de mensen. Maria zegt, Maria wordt boos op Jezus. Maria wordt boos op God zelf. Maria zegt, Jezus, had u dan niet eerder kunnen komen? Als u eerder was gekomen, een paar dagen eerder was gekomen, dan had Lazarus, onze vriend, nog geleefd. Maar u bent te laat gekomen, Jezus. Maar wat Maria niet wist, is dat Lazarus weer uit de dood zou opstaan, wat ze nog nooit had gezien. En Jezus huilde toch. Wat we daarvan kunnen leren, is dat ondanks dat God weet het gaat goed komen met jou, ondanks dat het God weet ik ga nieuw leven brengen in die strijd, ondanks dat God weet dit gaat goed komen met jouw leven, ondanks dat hij dat weet, huilt Jezus. Hij huilt waar jij huilt. Hij huilt waar jij pijn hebt. Hij huilt waar jij verdriet hebt. Hij huilt waar jij denkt, oh, dit doet pijn. Oh, dit is moeilijk. Wanneer houdt dit op? Waar jij pijn hebt, daar huilt Jezus mee. Daar huilt Jezus mee. Je mag geloven, je mag vertrouwen dat Hij met je is, waar je ook doorheen gaat, welke strijd er ook is. Je mag vertrouwen dat Hij bij je is. Het laatste stukje uit de Bijbel wil ik gaan lezen. Het laatste stukje uit de Bijbel. Matthäus 14, vers 22. Daar loopt Petrus. Loopt daar op het water. Hij ziet Jezus. Er is een storm gaande. Even de context. Er is een storm gaande. Er is ineens een storm midden op het meer. En ze raken in paniek. Ze beginnen angstig te worden. En dit staat symbool voor de strijd waar wij ook in kunnen komen. Dat alles ineens begint te stormen. En je denkt, help, wanneer kom ik weer aan de kant? Wanneer wordt alles weer rustig? Wanneer gaat deze storm liggen? Iemand die dat wel eens heeft, dat je denkt, wanneer gaat deze storm liggen? Wanneer houdt dit op? Wanneer wordt dit weer vrede? Wanneer wordt deze situatie weer rustig? En op een gegeven moment komt Jezus over het water aanlopen. En Petrus ziet Jezus en ze roept als eerste, ah, spook! Ik snap het op zich wel. Iemand die over het water loopt, omdat ze denken, ah, een spook. Nou, Jezus was geen spook. Het was de Zoon van God. Maar goed, ander verhaal. Petrus, Jezus zegt tegen Petrus, hey, kom het water op. Kom bij me. En dat doet Petrus. En hij zet een stap op het water. En hij is vol vertrouwen. Hij denkt, ja, dat is Jezus. Ik wil naar Jezus toe. En hij begint te lopen op het water. En dat gaat goed. Waarom? Hij is enthousiast over Jezus. Hij ziet Jezus. Hij is blij met hem. Hij weet van, ah, ik ga naar Jezus toe. Hij kijkt naar Jezus. Maar dan, lezen we in de Bijbel, dan gebeurt er iets. Opeens besefte Petrus dat er een hele harde wind stond. Hij staat op het water en ineens realiseert hij zich, wacht eens even. Dit is eigenlijk helemaal niet goed. Dit is eigenlijk heel slecht wat er nu gebeurt. En hij kijkt naar het water. En hij kijkt naar de storm. En hij kijkt naar zijn vrienden die nu nog steeds als paniekerig in de boom zitten. In de boot zitten. En wat gebeurt er? Hij begint te zinken. Hij begint toch te zinken. Wat is er gebeurd? De ogen van Petrus
waren niet meer gericht op Jezus, de Zoon van God. Degene die leven geeft, degene die kracht geeft, degene die ons door de strijd helpt, degene die geeft wat je aan nodig hebt, degene die je uit het water trekt, uit de storm trekt als jij in de problemen zit, degene die naast ons bij ons in het vuur is als wij er doorheen gaan. Maar hij begint te kijken naar de storm, naar het water, naar de problemen, naar de storm om zich heen. Wat kunnen we daarvan leren? Jij en ik, wij kunnen overwinnen. Wij kunnen elke storm overwinnen. We kunnen de meest heftige, demonische storm overwinnen. Want dat was deze storm. Ik geloof dat ze nooit, het waren vissersmensen. Ze waren nooit het water opgegaan als ze hadden gezien dat het zou gaan omweren. Ze waren nooit het water opgegaan, ze waren getraind hiervoor. En ineens is daar een storm, boem, bam, grote storm, heftig. Ze raken in paniek. Het was een demonische storm, ingericht door de vijand om hun van het leven te beroven. En dat kan ook onze situatie zijn. Dat we denken, help, ik zit hier nu zo in de problemen. En de storm is zo heftig, het lijkt allemaal zo heftig. Ik ben er doorheen gegaan door die storm. De laatste 2 jaar, toen ik 17 was, meerdere keren in mijn leven. En wat mij heeft geholpen, dat duurde soms lang, soms wat korter, is naar Jezus te blijven kijken. En niet naar de storm te blijven kijken. Want weet je wat de storm tegen jou zegt? De storm, de vijand zegt tegen jou, dit gaat je leven kosten. De storm zegt tegen jou, dit wordt een heftige strijd. De storm zegt tegen jou, dit gaat niet goed komen, stop maar, geef maar op. De storm zegt tegen jou, je gaat er niks van maken in het leven. De storm liegt tegen jou. Vandaag gaat jouw bootje ten onder. Maar Jezus is gekomen om leven in overvloed te geven. Jezus is gekomen om te zeggen, kijk naar mij en met mij kan je het aan. Met mij kan je het aan. Allerlaatste tekst voor vandaag en dan gaan we bidden. En dat is Jesaja 43 vers 2. Daar staat een tekst die mij zo vaak de kracht heeft gegeven om door te gaan. In Jesaja 43 vers 2, daar staat, alsof die bijna voor Petrus is geschreven, moet je luisteren. Als je door het water gaat, zal ik bij je zijn. Als je door de rivieren gaat, zul je niet weggespoeld worden. Als je door het vuur gaat, dan zul je niet verbranden. De vlammen zullen jou niets doen. Want ik ben de Heer, jouw God. Jouw God van Israël en jouw redder. Wat een belofte voor jou persoonlijk. God zegt tegen jou, als jij door het vuur gaat, als jij door die storm gaat waar Petrus ook doorheen ging, dan is Hij bij jou en zelfs de vlammen zullen jou geen schade raken. Zelfs de vlammen zullen jou niks doen. Dat is de belofte die God jou geeft. Hij is goed, Hij is groot, Hij houdt van jou. En als jij pijn hebt, als jij door dingen bent heen gegaan die jou zoveel pijn hebben gedaan, terwijl, ik bedoel, je bent 12, 13, 14, 15, 16, 17 of 18 als je hier zit. Je bent nog jong, maar ik weet uit ervaring, je kan al op jonge leeftijd door heftige dingen zijn gegaan. En ik dank God dat ik er vandaag tegen je mag vertellen, Hij is bij jou. Hij is bij jou. Hij ziet jouw verdriet. Hij ziet jouw pijn van afwijzing. Hij ziet waar jouw ouders jou tekort hebben gedaan in de liefde. Hij ziet waar jij eenzaam bent geweest. Hij ziet waar jij gepest bent. Hij ziet waar je pijn hebt. En ik wil zo graag een moment bidden. Ik wil gewoon zo graag een moment gaan bidden voor die dingen die jou persoonlijk pijn hebben gedaan. Die dingen waar je zo bent geraakt. De dingen waar je zo veel last van hebt gehad. Of vandaag de dag doorheen gaat en last van hebt. Ik wil voorbidden dat je ogen op Hem zullen zijn. Dat je ogen op Jezus zullen zijn. Midden in die strijd, midden in die storm. En bidden voor een stuk genezing van binnen. Dat je mag weten, ik ging daar doorheen. Of ik ga hier nu doorheen. Maar God is bij mij. En Hij laat mij niet vallen. Met Hem gaat het goed komen. Ik wil vragen, alle ogen even gesloten. Moment van gebed. En misschien denk je van, dit was echt het woord voor mij vandaag. Dit woord was voor mij. Ik ben echt pijn gedaan in mijn jonge jaren. Ik ben pijn gedaan door vrienden of door ouders. Of misschien wel door ziekte of door pijn. Ik wil gewoon dan vragen om je gewoon je handen eventjes voor je te houden.
dat je zegt van eigenlijk tegen God, Heer, ik wil u uitnodigen in deze strijd. Gewoon even je handen te openen. Dat je zegt van Heer, ik heb u nodig in deze strijd. Heer, ik heb u nodig in deze situatie. Ik heb u nodig in dit trauma. Ik heb u nodig in dit gebied van mijn leven. Goed zo, ik zie heel wat handen open gaan. Je hoeft je niet groter voor te doen dan wie je bent. Of je hoeft hier geen masker te hebben, want ik weet, het leven kan pijn doen. Ik weet, het leven doet soms pijn. Ja, we gaan bidden. Je hoeft me niet na te bidden, ik bid gewoon voor jullie. Lieve Vader in de hemel, dank u wel voor al deze geweldige tieners en leiders. Dank u wel voor alle mensen die hier vandaag zijn. Heer, u bent een God die voor ons zorgt. Heer, u bent een God die ons gemaakt heeft. Heer, en ik geloof dat u op dit moment alle pijn, alle tranen ziet die we hebben gelaten. De tranen van pijn, de tranen van eenzaamheid, de tranen in afwijzing, de tranen in trauma, de tranen in allerlei situaties van het leven. Maar dank u wel, Jezus, dat u bent gekomen. Dat u al die pijnen kent. Dat u zelf door de grootste lijdensweg ever bent gegaan. En dat is het lijden op het kruis. En daardoor kent u al het lijden. Daardoor bent u bekend met alle pijn. Daardoor bent u bekend met alle ziekte. Daardoor bent u bekend met de grootste eenzaamheid. Want u hing daar als God aan het kruis. En u stierf daar voor ons. En daar danken we u voor, Jezus. Heer, ik wil vragen voor onze tranen op te vangen. Om te troosten degene die echt veel pijn zijn gedaan. Om aan te raken waar we beschadigd zijn of waar we hoop zijn verloren. Waar we hoop zijn verloren, bid ik dat onze ogen weer naar u zullen kijken, Jezus. Ik denk gewoon aan situaties van mensen waarvan je nu denkt, ik weet niet of dat ooit nog goed gaat komen. Ik weet niet of God daartoe in staat is, want dat heb ik zelf gedaan. Die leugen wil ik nu verbreken in Jezus' naam. God ziet je, hij helpt met je mee. En God is niet boos, hij wil je helpen om daar doorheen te komen. Heer, ik wil je uitnodigen in al die situaties. Het zijn er te veel om op te noemen, Heer, ik kan het allemaal niet benoemen. Maar u kent iedereen hier persoonlijk. U kent iedereen hier door en door. Kom in onze pijn. Kom in ons verdriet. Kom, Heilige Geest, genees onze harten. Genees onze ziel. Genees onze lichamen. Kom met uw kracht over ons, lieve Heilige Geest. Breng ons dicht bij Jezus. Breng ons nog dichter bij de Vader. Breng ons nog dichter in de aanwezigheid van God, zodat we genezing mogen ontvangen. Dat we dicht bij u mogen zijn. Dank u wel, lieve Heer. In Jezus' naam. Amen.